Welkom allemaal bij deze nieuwe video weer. Hallo! We rijden net weg bij ons overnachtingsplekje Ballycour vandaan. En wij gaan naar een ander plekje. Even een tussenstop. Want wij zijn onderweg naar een kasteeltje, jongens. We gaan een kasteel bezoeken. Dat is leuk! We gaan naar Château de Ham. En daar gaan we even bekijken wat er allemaal is te zien. Ik ben er zelf altijd wel erg van. Ik vind het erg leuk, altijd kasteeltjes. En vanuit dat punt gaan we weer verder naar een nieuwe overnachtingsplek. Maar weer een nieuwe bezienswaardigheid vandaag. Dus ik heb er weer zin in. Nou, daar zie je de boot nog liggen van gisteren. Ja, ik zie het. Was trouwens ook heel erg leuk. Was ook heel leuk. Op naar weer een nieuwe dag. When we are together. Together in our motorhome, the beers. Nou, we zijn inmiddels aanwezig bij het, dat wat ooit weer een kasteel was. En het interessante is aan deze plek, dat het schijnt ook ooit een staatsgevangenis te zijn geweest. En hier achter mij zie je een houtsnijwerk met eronder op een bordje, want zelfs Napoleon Bonaparte III zou hier gevangen hebben gezeten destijds, dus in die staatsgevangenis. En hij heeft weten te ontsnappen door zich de identiteit van een bekende schilder aan te nemen. Nou, slim bezig, Napoleon. En hier staat het ook nog een keer kort uitgelegd op het bordje. Lijkt helaas wel nu te zijn gesloten, dus we kunnen er niet naar binnen. Maar aan de buitenkant is het ook heel mooi om te zien. Hier, nog twee staatsgevangenen. Eigenlijk stiekem een beetje de hoop dat het een kasteeltje betrof die we konden betreden, waar we dus naar binnen konden. Dat is helaas niet het geval, maar goed, dat maakt het niet minder interessant. Wat ik nog wel even kan doen is even wat meer geschiedenis over dit kasteel vertellen. Het vroege kasteel, waarvan de bouwdatum onbekend is, wordt voor het eerst vermeld in 1052. Tijdens de 13e eeuw werd het gerestaureerd door Odon de Vierde van Ham. Hij gaf het fort zijn definitieve vorm. Een rechthoekige ringmuur met grote cilindrische torens op de hoeken. Het kasteel was zo'n 120 meter lang en 80 meter breed. Enguerrand de Guichy kocht de heerlijkheid in 1380 en zijn dochter verkocht het in 1400 aan Lodewijk I van Orléans, die het kasteel integreerde in zijn netwerk van forten, waaronder die in La Ferté-Milon en Fère-en-Tardenois en het kasteel van Pierrefonds. Lodewijk begon met de wederopbouw die na 1418 werd geperfectioneerd door Jan II van Luxemburg-Lingy, die de heerlijkheid verwierf na de moord op Lodewijk. Zijn neef Lodewijk van Saint-Paul bouwde een monumentale donjon in 1441. Deze enorme toren had een diameter van 33 meter, was 33 meter hoog en de muren waren 11 meter dik. Het kasteel van Ham werd verschillende keren belegerd. Met name door Philips II van Spanje in 1557. Onder het bewind van Hendrik IV van Frankrijk werd het kasteel aan het eind van de 17e eeuw door bouwmeester Vauban aangepast. Het kasteel werd later omgevormd tot staatsgevangenis. Het telde vele beroemde gevangenen, waaronder de piraat Jacques Cassard, de revolutionair Mirabeau en maarschalk Mochy. De laatste gevangene was prins Louis Napoleon Bonaparte,
de latere keizer Napoleon III. Hij slaagde erin te ontsnappen door de identiteit van een schilder Balinguer aan te nemen. Zo staat het tenminste in de boeken geschreven. Echter, bij het kasteel zelf staat een houtsnijwerk van Napoleon, waarbij er staat vermeld dat hij zich vernoemde als metselaar. In 1870, tijdens de Frans-Prussische oorlog, omsingelde het tweede leger van het noorden de plaats Ham en dwong het Franse leger tot overgave. Op 19 maart 1917 werd het kasteel opgeblazen door het Duitse leger. De enige onderdelen van het kasteel die er nog staan, zijn de vierkante toegangstoren en de delen van de ringmuur. Deze ruïnes liggen aan het Sommerkanaal. Er zit nog best wel een klim ook. Ik zei het net al, heel gekscherend tegen elkaar. Misschien ligt hier ook al een beetje onze geschiedenis. Want mijn opa en oma, Wallet, schijnen ook een eigen familiewapen te hebben. Hebben ook een kasteel, ja niet mijn opa en oma zelf, maar is dus in de familie Wallet, Wallet, is dus een kasteel in bezit geweest. En er is een eigen familiewapen van. Ik zal eens kijken of ik dat nog kan editen in deze video, dat wapen. Dus ja, onze roots liggen hier gewoon in Frankrijk, joh. Zelfs hier zie je allemaal nog overblijfselen van de kasteelmuren. Dat dit hele gedeelte hier allemaal bij het kasteel horen. Sterker nog, het kasteel was. Je ziet overal nog muren staan. Daar. Maar ook daar zie je nog een gedeelte ervan staan. En ik liep er straks even langs dat gedeelte. Daar kijk je zelfs nog wel 20 meter naar beneden. Jammer dat dit allemaal is afgesloten aan de hand van hekwerken. Maar zelfs daar beneden zie je nog allemaal restanten. Ruïne dus, van dat wat ooit kasteel is geweest hier. Dus het is allemaal ook nog dichtgegraven. Hier achter me zie je nog allemaal overgebleven delen van wat ooit kasteel is geweest. Ongekend dat het allemaal weg is. Ze zeggen wel eens dat je maar 150 jaar nodig hebt om een geschiedenis uit te wissen, te herschrijven. Nou, dit is er weer een voorbeeld van hoor, want een heel mooi stukje geschiedenis. Weg. Is het expres gedaan? Ik weet het niet. Soms lijkt het er wel een beetje op. Als je nu ook weer in de wereld kijkt waar we momenteel aan leven. Overstromingen, allemaal bosbranden, over heel de wereld. Misschien ben ik een te kritische denker. Dat kan. Maar goed, ik vind het af en toe wel zonde. Maar zoals ik in mijn vorige vlog ook al zei, soms moet je maar niet te lang over alles en bij alles nadenken. En gewoon genieten van dat wat er nog wel is. En daarmee sluiten we deze vlog ook weer af. Genieten van de dingen die er nog wel zijn. En niet meer van dat wat er niet meer is. En genieten kunnen we, of niet? Nou, echt wel. Ja, zeker. He? Op de achtergrond zien jullie het stukje kasteel nog van wat er nog wel staat. Voor de ene misschien heel eenvoudig om te zien. Maar als je je maar een beetje verdiept in de geschiedenis van dit kasteel. Van Prins Napoleon Bonaparte, de derde destijds, dan zit er toch echt wel meer achter. Vind ik het in ieder geval een mooi verhaal. Goed, hoe dan ook. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. We gaan weer op zoek naar nieuwe avonturen en voor vandaag weer een nieuw camperplekje opzoeken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Doei! Doei.
when we are together, together in our motorhome.